Afgelopen zaterdag heeft de politieke partij Partij Luhur een spoedstructurenvergadering gehouden bij het partijcentrum. Voorzitter van de partij Paul Somohardjo had het tijdens zijn toespraak over Suparmin Joyo Besari, die zichzelf recent als de nieuwe Javaanse leider heeft gepresenteerd. Volgens de voorzitter is Joyo Besari verdachte. Branche, pers, bijzonder. Ik heb bewondering voor jullie. Je kunt je niet voorstellen. Alle dingen, alle minuten, boodschappen, boodschappen, sms, app, aanvallen, positief, negatief. Ik heb echt bewondering voor jullie. En de tijd is maar weer rustig. Je hebt maar positieve, maar je hebt ook negatieve. De man loopt eruit. Dat, rustig. Ik zou zeggen, wees gerust, alles komt terug. Laat je niet uitlokken. Rustig aan mij. Pers, ik begrijp het niet. U hebt het zo druk en gefocust alleen op PR. Maar weet, dat degenen die weg zijn gegaan van de NDP naar een ander huis, niet zomaar ga verifiëren, ga onderzoeken. Ze zijn geparkeerd, niet zomaar. Ze zijn verdachten. Ben wel verdachten. Trouwens, die taki. Ik ben de nieuwe leider van die Javanen. Als je niet oppast, zal de nieuwe leider, zogenaamde nieuwe leider, binnen een paar weken of maanden achter slot en grendel. Verifieer, ga naar de rechtercommissaris. Dat is uw taak. Je na jetti, na ai, na gevoel van volk. Focus niet alleen op Bronte of op PL. Maar ga naar. Niet zomaar. Verdachten. Bronte is niet eens verdachten. Hij heeft bedankt om alles vlot te laten vlogen. Om een onderzoek te laten gaan. Dat is strijden. Dat is bereid offers te brengen. En we waarderen. Bronte in afspan. Ook ik had het probleem. Toen een probleem. De man verdankt niet. Sommigen hadden een verkrachter. Een scène wordt gezet. Kun je je voorstellen. 8 maanden lang. Wie dan bij Ablibi. Alle die radio, tv. Meer toen Lembo. Asak no makiri en Godoro. Rangassa. Ik geloof in de Almachtige. En we nu gaan geloven in ons. Heeft mij. Papa, ga dan actief zijn. Ga voorlopig een pas achteruit. Laat het recht zoeken. Ik was, ja, als verdachte. En op 8 augustus, na 8 maanden, ben ik vrijgesteld van alles. Alles! En toch probeert men het etiket om mij te plakken. Somohadjo is een verkrachter. Somohadjo is dit. Maar de waarheid zal altijd blijven. Dus nogmaals, u kunt zeggen van ons wat u wil. Somohadjo is dat. Maar nooit ga verder. Geen enkele Somohadjo. Is nooit achter slot en grendel. Verifieer. Van nee, granting aan nooit. Verifieer. Ook in Holland, ook de hele wereld. De naam Somohardjo is nooit op vlek. Daarna werd aan Bronto Somohardjo, ondervoorzitter van de partij, gevraagd wat hij ervan vindt, wat hij van de nieuwe Javaanse leider Joyo Besari vindt. Nou, dat is grappig. Daarvoor is onderwijs belangrijk, echt waar. Bij onderwijs leer je tellen en onderwijs leer je taal. Kijk, sommige mensen denken dat als je 11.11,000 dat dat 11.000 is. Maar dat betekent maar 11 mensen. Dus laat de leider, de zogenaamde nieuwe leider, oppassen dat hij niet als verdachte wordt opgepakt en de leider in de gevangenis is. Maar ik ga niet over hem praten. Hij is verdachte in de Surinaamse postspaarbank.